Vandaag ga ik op pad met het torpeltrekkingboekje. Ik kies ervoor om met de wind in de rug te stappen. Want zoals je ziet is het vandaag wat bewolkt, maar met een gezellig windje. Even checken of ik alles bij me heb. Oké. Om te beslissen in welke richting ik vertrek, laat ik de wind in het boekje waaien. Voilà, klaar om te vertrekken vanop mijn dorpel. Al snel word ik in de richting van het veldwegje in de buurt geblazen. Er zijn heel wat voordelen aan stappen met wind in de rug, maar er is één groot nadeel aan verbonden. Mijn lange haren vliegen de hele tijd in mijn gezicht. Ik kom terecht op een kruispunt. Om te kijken in welke richting ik ga, laat ik mijn haren waaien met de wind. En voilà, we moeten naar rechts. De wind heeft een mooi effect over de velden wanneer het gras en de bloemetjes gaan waaien. Voor ik het boekje toedoe, geniet ik nog eventjes van het uitzicht en neem ik een foto met de vlinder. Voilà, tot snel!